hapstap. Dit jaar 10 jaar. Weet jij wat de hapstap is? Ik heb gehoord van vrienden dat het een feest is. En wat voor feest? Ik denk gewoon bier drinken enzovoort. Gewoon, ja, ik heb echt, de details precies weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een gezellige feest is. En als ik jou vertel dat hapstap een culinair feest is, waar alle restaurateurs in de binnenstad zijn vertegenwoordigd om hun culinaire kunsten te vertonen op de heuvel, waar je overal een klein hapje en een drankje kunt proeven, wat zeg jij dan? Ah, dat is lekker, hè? Ga je mee? Ja, ik ga zeker wel mee, man. Oké, kom op. Zeg maar. Heb je de menukaart bekeken? Ja, nu zie ik het, hè. Een bimbom, Mary Bloodheart, jamba. Ah, het ziet er lekker uit, hè. Ja. Wat lust jij? Een inny mini heavy white burger. Die lust ik ook eens. Die lijkt me lekker. En 2 alcoholvrije cocktails erbij. Ja. Dat even roepen. Ja. Zeker weten? Ja. Mogen wij 2 inny mini heavyweight burgers en 2 alcoholvrije cocktails, hebben jullie? Ja. Boven. Is het de eerste keer dat jij hier bent? Hier? Op hapstap. Ja, dat is de eerste keer. Ja, vorig jaar dacht ik, ik wist niet wat het helemaal betekent, maar ik liep er wel een paar keer overheen. Ik vind het wel leuk om te zien, hè. Ja. Ja, het begint net. Het begint een beetje vol te lopen. Ja. Dus mensen weten ook van wat hapstap. Hapstap, zeg ik het goed? Hapstap, ja. Dat het, wat het inhoudt. Ja, de meeste wel in ieder geval. Maar, ze komen gewoon bij het muziek en ze maken er gewoon wat van. Muziek, drinken, eten, vermaak. Van alles. We gaan eten. Ja. Alcoholvrije cocktails. Ja. Alsjeblieft. Ja, ik wel. Ziet er lekker uit. Het kruid. 2 inny mini heavyweight burgers. Oh, lekker. Oh. Heren, smakelijk. Dankjewel. Dankjewel. We gaan eens kijken waar we mee gaan beginnen. Ja.
Peter, gefeliciteerd met de Hapstap, de Peter Mani Hapstap Wisseltrofee. Ja, dankjewel. Ja. Wat hebben jullie nou precies gemaakt van de heren van Tilburg? Ik heb een briekroket gemaakt op een beetje van sla met bosvruchtendressing erin. Je bent nu 24 jaar, komt net van school af en dan al deze prijs. Het is gewoon het is een stukje voor mezelf en het is een stukje voor de heren. Ja. Het is voor alle twee leuk. Ik hoorde het met de paplepel thuis in is gegeven, want jouw vader is ook chef-kok. Ja, klopt, mijn vader is ook chef-kok, ja. Wil jij verder in dit vak? Ja, ik denk dat ik een aardige carrière op school al achter de rug heb. En dit is ook voor mij een totaal nieuwe uitdaging. En ik wil zeker in de horeca verder als kok zijn. Dus. Dankjewel. Ik ben zat en aardig voel je wel. Kom maar met je oortjes en hoor wat ik vertel. Was het dat al? Was dat het hele liedje? Ja. Ja? Sharon en Elle. Ja. Jullie verzorgen dit jaar of begeleiden eigenlijk het kinderprogramma op Hapstap. Ja, dat klopt. En wat houdt het in? Wat houdt het in? Gewoon een dag vol plezier voor kinderen in het thema Mexico. Wie heeft dat thema verzonnen? Eigenlijk samen, hè? Ja. Iemand uit onze groep is naar Mexico geweest en die kwam terug. En die zei eigenlijk meteen van, we doen gewoon het thema Mexico. En dat vonden wij allemaal heel erg leuk. Is dit gewoon vanuit de school geregeld? Nee. Wij zijn zelf gevraagd door iemand uit de commissie om dat te doen. En toen hebben we mensen bij elkaar getrommeld, dus medestudenten. En we zijn in totaal met een groep van 9 man. Maar jullie kunnen wel studiepunten verzamelen hiervoor, hè? Ja, die krijgen we wel, ja. Ja, die krijgen we. Ja. Nou, wij moeten het derde jaar 5 differentiatiepunten halen. En dan konden we wel meedoen met elastiek muziek of zo. Dan kregen we dan de studiepunten. Maar wij vonden dit eigenlijk veel uitdagender. En wij zijn die uitdaging aangegaan. Ja. En hebben jullie hier iets gegeten op Hapstap? Ja. Ja. Ik heb een tortilla gemaakt. Wij koken met kinderen. Hè? Hij is alleen helemaal uit elkaar gevallen. En hij is erg pittig. Maar het is echt leuk. Ik heb een koksmuts gekregen omdat ik heb gekookt. Dat krijgen alle kinderen. Hoeveel punten levert zoiets nou op? Ice cold fever.
jij een tegenpunt? Niks. Niks? Ik zie dat er tomaten en vlees in zitten, hoor. Scheur je met je nieuwe broek, breek je eigen weiervisje, raak je voetbalkaartje zoek. En wil je wagen niet meer starten, is het heden. Smaakt het een beetje? Hey, ja, ziet er wel heel lekker uit. Heb je dit zelf gemaakt? Ja. Oh, zou ik misschien een hele grote hap van jou mogen nemen? Ja, best. Hey, meneer chef-kok. Ja, geen kok. Je bent wel kok, want je hebt de koksmuts op. Heb je deze zelf gemaakt? Ja. En wat zit er bij jou allemaal op? Kaas, saus en gram. Meer niet? Nee. Hij is helemaal hol van binnen. Allemaal knappe kinderen rond of je nou bent. Je bent vergeten iets in te doen. We zijn er met groen haar, met zilver haar, met vlechten, met stralen. Dat is goed zien dan. Jongens zijn met haar geworden en meisjes. Oh, daar zit hij ja, helemaal achterin. Hé, smakelijk eten, hè? Daar ben je verantwoordelijk voor. Je hebt heerlijk hier staan vreubelen aan al jullie haren voor degene die. Jij ziet er mooi uit. He? Papa's en mama's, opa's, oma's, tantes. Ben jij hier eventjes geknipt? Je kunt niet meer aansluiten. Heb je al gezien hoe je eruit ziet? Want het podium moet zo ja? Want het lijkt wel heerlijke. Doe je dit? Ga je zo ook naar school? En dat wordt helemaal gezegd. Ja? Dus dan ziet er echt mooi uit. Ja, de laatste twee in de rij staan nog even kappen. En dan gaan ze er ook met allemaal een prachtig, heerlijk kindergerecht voorbereid. Dus hey, jij bent jij, ik denk, vergeten te scheren vanmorgen. Dus je hoeft niet triebel om de hoek gaan lekker hier. Heb jij altijd al zo'n baard? Speciaal voor de kidsmiddag vandaag. Voor de kidsco hapstapmiddag. Je hebt hem eigenlijk laten staan voor vandaag. Lekker kindergerecht. Zandboer. Je hebt koks met sterren, maar wij hebben hier een kok met een lintje. Klopt, maar we hebben meer koks met een lintje dan. Jij hebt een lintje gekregen, dat Hare Majesteit behaagt. Klopt, en ik was er heel erg van onder de indruk. En ik moet zeggen dat het tot op de dag van vandaag weer ontzettend goed doet. Waar denk je dat je dat lintje voor gekregen hebt? Ja, ik denk dat we voor alles wat ik voor het koksvakje gedaan heb, zowel op opleidingen als mede met de kookwedstrijden, dat ik daarvoor onderscheiden ben. Jij staat hier met je restaurant op Hapstap. Wat staat er voor jou dit jaar op de menulijst? We hebben een mooie granalensoepje, een mooie heldere granalensoep met wat stukjes asperge erin. We hebben een mooi roulootje van eendeleven met een balsamico dressing. En we hebben daarbij een mooie bonbon van zalm. Die eendelever, ik heb hem geproefd, dus ontzettend lekker. Past die hier eigenlijk in het entourage van Hapstap? Ja, ik vind van wel. Ik vind, je moet de zaak uitdragen zoals je bent. En ik vind het ook leuk om dat ook op een festival zoals dit. Om dan ook de gasten te laten proeven wat wij in huis hebben. En dan moet je geen andere dingen gaan doen als die je normaal brengt. Hoe kom je erbij om dit op de menulijst te zetten? Ben je daar al een tijdje mee bezig? Maar wat zullen we introduceren op Hapstap? Nee, helemaal niet. Daar zijn we niet mee bezig. Als de tijd daar is, dan praten we met het hele team erover. En dan zeggen we, dat gaan we brengen. Hoi, hoe heet jij? Sam. Hey Sam, waar ben jij nu? Bij Hapstap. Waar? Bij Hapstap. Bij Hapstap. Hey, wat is de Hapstap? Wat kun je hier allemaal doen? Oh, happen en stappen. Happen en stappen? Ja. En heb je al gehapt, stapt? Nee. Nee? Hey, ga je hier een mandje maken of zo? Nee. Doe je daar niet aan mee? Nee. Hey, vind jij het wel hier leuk op Hapstap? Waarom vind jij het niet heel erg leuk? Dat is een duidelijk antwoord. Dankjewel, jongeman.
kinderprogramma, hè? Kinderprogramma voor oude mensen en ze ons niks te doen, hè? Hoezo? Hebben ze geen rollator race dit jaar? Rollator race, dat zou nog kunnen komen, maar ik ben nog goed op been, dus dat werkt niet goed. Seizoendagtochten, vervoer naar grote evenementen, VIP-vervoer of gewoon lekker op stap met het bedrijf, je familie of de sportvereniging. Het kan allemaal met BBA Tours. Wij brengen u waar u naartoe wilt. Wat denkt u bijvoorbeeld van onze winterkriebels, wintersport in Snowworld of een winterberg, zelf winkelen in Londen of Parijs of naar Disneyland. Kijk voor meer actuele aanbiedingen op onze website www.bbatours.nl. Of neem contact op met een van onze medewerkers en bel 013 5 3x4 3x8. Autoschade is vervelend en komt altijd ongelegen. Daarom ga ik bij Autoschade naar Haans Autoschades in Tilburg. Haans heeft afspraken met alle verzekeringsmaatschappijen, dus ook met die van u. Zij nemen alle ongemakken uit handen en verzorgen gratis vervoer. En mijn auto, die ziet er weer als nieuw uit met 2 jaar schriftelijke garantie. Haans Autoschades, Jules Verneweg 17 in Tilburg. Welkom bij Health City, het lifestylecentrum waar je de perfecte mix vindt van comfort en gezelligheid. Voor een all-in prijs kun je gebruik maken van al onze faciliteiten in Oosterwijk en Tilburg. Fitness, aerobic, spinning, maar ook ultramoderne fitnessapparatuur. Wat is er nou zo uniek aan deze apparaten? Nou, Health City is de eerste in Europa die gebruik maakt van apparaten met elk een eigen LCD-scherm. Je kunt tijdens de sporten kiezen uit meer dan 25 tv-kanalen. Oh. En wat houdt het hele Health City concept eigenlijk in? Nou, dat is heel simpel. Je kan 7 dagen per week onbeperkt gebruik maken van alle faciliteiten. Oké. Nou, kortom, Health City. Feeling good, feeling healthy. Welkom in Hotel Mercure, in het stadshart van Tilburg. Een modern hotel met een ouderwets gevoel van gastvrijheid en service. Wij hebben 63 hotelkamers van alle gemakken voorzien met een eigen tijdse inrichting. In combinatie met sport- en ontspanningsmogelijkheden. Faciliteiten voor elk type bijeenkomst. Of het nu gaat om een informeel diner of een vergadering tot wel 200 personen. Loop gezellig binnen bij Bistro Napoleon voor een kopje koffie, een heerlijk diner of een borrel met een hapje.